Welkom aan u allen, kijkers en luisteraars in dit programma Een Woord van God. Fijn dat u even tijd gemaakt hebt om naar Gods woord te luisteren. We zijn midden in de feestdagen van Kerstmis. De kerstverlichting is er nog en de kerstbroden zijn nog niet op en de kerstliedjes zijn nog niet uitgezongen. En wat staat naast mij hier? De kerstkrans. Niet met zijn paarse linten, de tijd van bezinning en met 1, 2, 3 of 4 kaarsen. Nee, nu met alle 5 kaarsen, want het licht van de wereld is gekomen. Ons Gods woord staat in ons heilig boek, de Bijbel. En dat ligt hier voor me. Maar ik ga nu niet uit de Bijbel iets voorlezen. Ik ga wel iets lezen en iets vertellen over de feesten die in de Bijbel voorkomen en de vele feesten die wij vieren rond Kerstmis. En er zijn een heel bijzondere feesten. Ik ga ze opnoemen één voor één en dan ga ik een bepaalde ga ik eventjes behandelen. Bijvoorbeeld 25 december is natuurlijk het feest. Het licht is gekomen. Gods zoon wordt mens. En vorig jaar had paus Franciscus een hele mooie kerstboodschap. Weet u wat hij zei? Doe als God, word mens voor de mens. Naar de tweede dag hebben wij feest van de heilige Stefanus, de eerste martelaar. En dan diezelfde dag feest van de heilige familie. Jezus, Maria en Jozef die naar Jeruzalem gaan. En dan Johannes, niet de doper, maar de meest geliefde leerling van Jezus. Want Johannes de Doper kennen we vanuit de Advent, weet u nog? De derde kaars, dat ging die zondag, ging over Johannes de Doper. En dan de 28e. Het feest van de, wij zeggen vroeger, zeiden we altijd onnozele kinderen. Maar onnozel is niet zo goed. We moeten gewoon zeggen de onschuldige kinderen. En dan 1 januari, hoogfeest van Maria's moederschap. He, een week daarna gaan we Maria, de moeder van de Zoon van God, de onbevlekt ontvangen, gaan we in het middelpunt van de belangstelling plaatsen. En dan hebben we diezelfde dag de Wereldgebedsdag voor de Vrede. En dan 2 januari, openbaring des Heren. Hoe Jezus zich bekend maakt. Dat zullen we in een volgende uitzending doen. En dan 9 januari, de doop van de Heer. Maar dat zijn allemaal feesten. En we vragen ons af, zijn die nou toevallig daar allemaal geplaatst of heel bewust gekozen? Laten we eens gaan kijken naar Stefanus, de eerste martelaar. Na dat vredige beeld van een moeder en vader en moeder met hun kind in een wiegje. En dat wiegje was hier dan een kribbe. Wel, krijgen we ineens een wreed verhaal van iemand die de Joden beschuldigde van de moord op Jezus van Nazareth. Stefanus, de eerste diaken, een van de 7 diakens die gewijd is en die de opdracht kregen om de apostelen te helpen, die wordt beschuldigd. En we moet voor het Sanhedrin verschijnen. Omdat hij zei, de hoge priester, Annas en Caiaphas, het Sanhedrin en de schriftgeleerden en de oudsten van het volk, zij hebben Jezus ter dood gebracht. Ze hebben hem naar Pontius Pilatus gebracht en zijn dood geëist. En daarom moest hij dood. En weet u, op de Joodse manier steniging. De Romeinen hadden een andere manier, die hadden kruisiging. En omdat Jezus van Nazareth een politieke zending had gehad, of een uitspraak had gedaan, ik ben de koning der Joden, moest Pontius Pilatus Jezus van Nazareth veroordelen. En daarom werd hij gekruisigd. Er is een hele nauwe band tussen de dood van Jezus en de dood van Stefanus. Bijvoorbeeld, Stefanus werd beschuldigd door valse getuigenis. Hij moest verschijnen voor hetzelfde Sanhedrin. En hij werd gestenigd. Dat is de Joodse manier van iemand te dood brengen. Ze konden in die tijd ook heel erg hard zijn, hè, de mensen. De sharia, waar wij het nu ook nog wel eens over hebben. En Stefanus bidt voor zijn Heer, vergeef het en ze weten niet wat ze doen. En dat is hetzelfde wat Jezus ook gedaan heeft. En dan, als dan het moment aankomt, dan zegt de Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.
En zo deed Jezus ook. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. En weet u, er wordt een klein zinnetje wordt eraan toegevoegd. De mensen die de stenen gooiden, en vaak, kijk, wij kunnen ons armen bewegen, maar in die tijd en in dat land en in die cultuur hadden ze andere gewaden, bovenkleden. En daar konden ze niet zo goed stenen gooien. Dus ze deden dan hun bovenkleed uit en legden die aan de voeten van Saulus van Tarsus, die instemde met de moord op Stefanus. En diezelfde Saulus van Tarsus is later onze grote Paulus. Maar hij was daar getuige. En dan gaan we een ander feest nemen. Namelijk het feest van de Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef. Op een gegeven moment, als Jezus 12 jaar wordt, moet hij bar mitzwa doen. Dat is eigenlijk voor een Joods jongetje een belangrijk moment. Want dan wordt hij opgenomen in de kring van de volwassen Joden. Je wordt dan, en dat is op de puberteitleeftijd, 12 jaar. En toen ging Jezus voor het eerst naar de tempel. En dat moet voor hem een hele ervaring geweest zijn. Daarin. Hij was nog wel klein, maar hij begon zich toch wel een beetje bewust te worden al van zijn zending als zoon van God. En zo gingen ze naar Jeruzalem. Hij is daarachter gebleven. We weten allemaal dat, ja, als jongetje. En na de feestdagen gingen ze terug naar huis. En dan was het zo, mannen liepen samen. En vrouwen liepen samen. Een gedeelte van de mannen voorop en een gedeelte van de mannen achterop en de vrouwen middenin. En de kinderen mochten gaan met de mannen of met de vrouwen. En dus toen kwamen ze op de eerste dag dat ze bij elkaar kwamen, Jozef en Maria. Dan vraagt Maria, heb jij Jezus gezien? Ik heb hem de hele dag niet gezien. Nee. Heb jij Jezus? Was Jezus niet bij jou? Nee, ik dacht dat Jezus bij jou was, zegt Jozef tegen Maria. En toen ontdekten ze pas dat hun zoon er niet bij was. En in doodsangst hebben ze gezocht. En toen vonden ze hem in de tempel in Jeruzalem, te midden van de schriftgeleerden, die zich verbaasden over de wijsheid van dat jongetje, wat pas bar mitzwa had gedaan, pas volwassen Jood was, opgenomen. En kijk, bar mitzwa zouden we iets kunnen vergelijken bij ons katholieken als het vormsel. Vroeger was dat plechtig heilige communie, nu is dat vormsel. En bij de gemeenteleden hebben we ook, bij protestantse kerken hebben we ook wel een feest van de bevestiging. Wel, goed, dat is dan feest van de heilige familie. En dan de kindermoord in Bethlehem, wordt op 28 december wordt dat gevierd. Ook weer zo'n vreselijk verhaal dat koning Herodes alle kinderen in Bethlehem, want de wezen uit het oosten waren gekomen en die zeiden, wij zijn op zoek naar de koning der Joden. En dan zegt Herodes, dat ben ik. En hij schrikt zich. En toen uiteindelijk, lieve mensen, wat is er gebeurd? Hij heeft toen alle kinderen maar laten omkomen. En dan 1 januari, moederschap van Maria. Precies een week nadat Maria, de moeder van Gods zoon, vieren wij op 1 januari. Maar op diezelfde dag vieren wij ook nog iets anders. En dat is pas 55 jaar geleden heeft Paus Paulus VI de 1 januari uitgeroepen tot de Wereldgebedsdag voor de Vrede. En eigenlijk zegt de paus, laten we toch aan het begin van dit nieuwe jaar een goede voornemen nemen om iets te doen aan die wereldvrede. En niet voor niets heeft vorig jaar paus Franciscus heel praktisch een voorstel gedaan. Laten wij de helft van de miljarden euro's en dollars die wij besteden aan de wapenwedloop, laten we de helft van die miljarden nu eens besteden aan godsdienstonderwijs en de ziekenzorg. Dan zal die vrede wel komen. De vrede komt niet met wapengeweld. Wapengeweld roept alleen maar wapengeweld op. Maar, en toen ook dit jaar weer, heeft de paus die oproep gedaan om een eerlijkere verdeling van de rijkdommen der aarde, de miljarden, om dat ook te besteden aan anderen en niet alleen maar aan wapens. En dat is misschien een goede gedachte, kijkers en luisteraars. En dat wij, als wij rond die tijd,
ongeveer, ja, een deze dagen zal dit uitgezonden worden. Maar als u dit dan hoort, die 1 januari, Wereldgebedsdag voor de Vrede, laten we dan bidden voor die vrede. En dat de mensen, de leiders van de wereld, zich bewust mogen worden dat vrede niet komt met wapengeweld, maar dat we die miljarden aan betere doelen kunnen besteden. En de paus heeft vorig jaar gekozen voor onderwijs en ziekenzorg. Wel, laten onze leiders, en laten we dat dan voor hen vragen op die 1 januari, Wereldgebedsdag voor de Vrede, dat onze leiders mogen inzien dat de vrede komt door een goed samenspel tussen mensen onderling. En dat die grote verschil tussen rijk en arm verdwijnt. En dat de mensen een klein beetje leren lief te hebben, zoals Jezus van Nazareth ons dat heeft voorgeleefd. En laten wij dan zeggen, vrede op aarde, want dat is de kerstwens van het kind. Hij heeft onze vrede niet gegeven, heeft hij aan ons toevertrouwd. Wij moeten die vrede bewaren. Ook de leiders van de wereld moeten zorgen voor die wereldvrede. Laten ze dan van goede willen zijn, is de kerstboodschap van het goddelijke kind. Dan zal de vrede komen. Shalom.